2 maanden dacht ik, nu moet ik er echt een keer invliegen. En daar hier staan wat ik al heb verkocht. Hey iedereen, welkom terug in een nieuwe video. Ik ga jullie vandaag wat vertellen over Vinted. Wat ik persoonlijk van Vinted vind. Hoe ik verkoop, wat ik al verkocht heb. Allee, om hoeveel dat ik al verkocht heb. Zo'n beetje daaromtrend, omdat mij dat wel leuk lijkt om jullie hierover te informeren. Dus ik zou zeggen, ben je benieuwd naar deze video? Doe alvast een duimpje omhoog en abonneer op mijn YouTube kanaal. Oké, ik heb Vinted al een hele tijd. Ik heb het ook al eens eerder gebruikt dan nu de laatste 2 maanden. Ik denk een jaartje geleden ongeveer had ik voor het eerst Vinted ontdekt. En begon ik wat dingen te verkopen. Dat ging heel goed. Totdat ik dacht van, als ik iets verkocht had, ik had gewoon geen zin om dat in te pakken in een doos, dat label uit te printen. Heb ik dat zo'n beetje laten staan en moest ik altijd zo de dingen, de bestelling stopzetten of zo. Onderduur heb ik dan gewoon vakantiemodus ingeschakeld kunnen doen. Dan zijn uw items even niet zichtbaar als je daar eventjes geen zin meer in hebt. Maar die vakantiemodus bleef dus 3 maanden of 4 maanden duren. Totdat ik dus verhuisd ben. Dan had ik echt wel alles mee verhuisd. Al mijn kleren dat ik ook niet meer aandeed. Omdat ik dat nog eens goed moest bekijken. Maar ik had daar eigenlijk zo geen tijd voor. Dus ja, dat is er niet van gekomen. Maar dan de laatste 2 maanden, voorbij 2 maanden, dacht ik, nu moet ik er echt een keer invliegen. En begon ik met items op Vinted te zetten. Dus het is trouwens geen gesponsorde video of zo. Het is een video met mijn persoonlijke mening en informatie naar jullie toe. Dus ik begon wat dingen op te zetten. Kledingstukken. Ik had ook wel wat handtassen thuis liggen. Heel veel sjaals had ik thuis liggen. En ik dacht, ik ga daar toch niks van verkopen. Dus ik dacht al, ik ga dat al in een zak steken. Kan ik dat direct wegdoen in een kledingwinkel of zo? Weet ik veel, of een ophaling. Dus ja, maar dan begon ik te verkopen op Vinted. Ping, ping. Het begon, ja, ik vond dat heel, heel erg leuk. En eigenlijk moet je daar ook niet zoveel voor doen. Het enige dat je voor moet hebben is ten eerste een doos om je item erin te steken. En ten tweede wel een printer voor je labels af te printen. Als we Homer kiezen, ik denk Homer of Homer, dan moet je gewoon een QR-code. Maar ja, dat is niet altijd. Ik heb dat maar 2 keer gehad. Dan moet je dat niet afprinten. Maar je hebt dus wel echt een printer nodig. Dus ik ga altijd naar huis om te printen, want ik heb hier geen printer. Omdat ik eigenlijk alleen die labeltjes afprint. Maar dus, de voorbije maand, ik ga anders het scherm hier in beeld brengen. Want als ik dat steeds op mijn gsm moet tonen, is dat niet gemakkelijk. Maar ik ga wel ondertussen kijken op mijn gsm. Maar jullie zien het dan hier in beeld. Dus jullie zien staan mijn portemonnee. Maar nu gaan we een keer naar mijn profiel kijken. Jullie zien als eerste ook een sjaal. Dat moet nog gepubliceerd worden. Je ziet ook dat mijn prijzen heel erg laag staan. Dat komt omdat ik items verkoop dat, ja, H&M of wat heb ik hier nog? Dingen die al jaren in mijn kast liggen. Een short ook van een papa staat er bijvoorbeeld op. Een kersttrui van een Action. Heb ik nog niet verkocht. Maar als je helemaal onderaan scrolt. Wacht, even scrollen. Zie je de items dat ik al wel heb verkocht? Het laatste dat ik heb verkocht is die regenboogtrui van Tutu Chic. Je zou nu denken, amai, 7 euro, dat is echt wel heel weinig. Want die trui kostte heel erg veel geld. Amai, de zon begint hier binnen te schijnen, zeg. Maar ik doe die trui nooit niet aan. Dus voor mij was dat zoiets, als ik er nog iets voor kan krijgen, is dat voor mij heel leuk. T-shirt heb ik ook verkocht. 2 euro. Een handtas, zoals je ziet. Dat is nu niet wat dat moest zijn voor een handtas, maar ik vraag er ook niet veel voor. Hier nog handtassen. Ik heb heel veel handtassen verkocht. Je ziet ook mijn prijzen. Je zou zeggen, wow, dat is echt te weinig. Maar geloof mij, het is niet echt van merken. Gelijk, handtassen Primark, van op de markt, moet je echt niet veel voor vragen. Meestal zie je als je foto uploadt met merk en zo, een suggestie wat je ervoor kunt vragen. Bij mij is dat echt tussen de 3 euro, de 2 euro en de 10 euro, maar niet meer. Ik heb een jasje verkocht van 12 euro. Ik denk dat de nieuwe prijs wel 60 euro was. Maar je kunt dus niet superveel vragen op Vinted. T-shirtjes dat ik echt niet meer aan doe. Rokken. Zie, en zo verkoopt het echt wel. Zie, dat heb ik dus, ik heb echt nog redelijk wel wat verkocht. Zie, voilà. Je ziet ook mijn foto. Oké, voilà ze. En dan kun je gaan naar, ga ik terug naar mijn profiel echt. En dan klikte eigenlijk
op mijn portemonnee. En daar gaan jullie zien wat ik verkocht heb. Dus hoeveel ik heb verkocht. Dus dat is wel heel spannend. Dus dan ga je eigenlijk naar mijn portemonnee. En daar zie je staan wat ik al heb verkocht. Zoals je ziet staan, uitbetaling aangevraagd. Ja, daar staat sterke, dus je kunt daar niks mee doen. €54 heb ik nu laten uitbetalen. Dus dat moet morgen of zo op mijn rekening staan. En nog saldo in behandeling. Dat zijn er nog mensen die hun item niet hebben opgehaald. Of nog niet... Allee, nog, het is nog niet bij hun in het afhaalpunt. Dus dat bedrag moet ik nog krijgen. En dat is nu voorlopig €9,85. Dus de voorbije 2 maanden heb ik €64 verdiend. Allee, voorbije 1,5 maand geloof ik. Ja, ik denk dat het zoiets zal zijn. Dus dat is wel nog redelijk veel voor items dat ik anders gewoon zou wegdoen. Vind ik dat wel nog veel. En je ziet hier wat ik allemaal verkocht heb ook. Je ziet dat hier allemaal opstaan. Geschiedenis kun je ook zien. Ja, augustus. Eigenlijk moet je daarop klikken om te zien hoeveel je verdiend hebt. In augustus €30. Niet zoveel, maar toen was het echt nog maar de start. Dus mijn tip is, allee, mijn tips zijn om gewoon je items niet te duur te zetten. Niet te veel te verwachten. Om, als je een duur item erop zet, ja, wil je er natuurlijk nog iets voor krijgen. Ik zeg niet als je iets van Guess of Lee Joe erop zet, dan ga je er €2 voor vragen. Maar gelijk mij, ik heb niet zo veel dure dingen dat ik er help zetten. Als ik iets duur heb, houd ik het wel meestal voor mezelf. Maar zoals dat je ziet, zet ik gewoon mijn artikelen niet te duur. En dan verkoop je snel. Je kunt ook je kledingkast een keer boosten of in de etalage zetten. Dat is ook wel nog een tip, maar dat doe ik niet. Want ik vind persoonlijk, je verkoopt er items op. En als je dat dan nog een keer ook moet betalen, ja, dan heb ik niet zoveel winst eigenlijk. Maar... ik moet zeggen, als je je items naar de prijs verkoopt, dat erop staat als aanbevolen, is dat wel heel erg goed. Ik heb ook nog 2 zakken met handtassen dat ik wil verkopen. Dus ja, ik zal jullie eventjes laten zien. Ik zal jullie eventjes laten zien waar ik mijn Vinted stockage heb. Dat is eigenlijk hier in die kamer. Jullie weten wel, de extra kamer. Dit zijn nog allemaal handtassen dat ik nog vandaag wil verkopen. Zie, en daar vraag ik dan echt niet veel voor. Ik denk dat ik €3 of zo ga vragen voor die handtassen. Sommigen hebben al een klein beetje... schade is dat niet, maar kijk hier was dat, op dat hoekje. Moet je er wel bij zetten. En dan zijn hier nog items dat moeten verkocht worden. Zijn er heel veel items op, maar eigenlijk is dat niet veel. Want hier is nog maar 2 items dat hierin zitten. En daar zitten sjaals in. En nog wat hemdjes. Wat je dan ook hebt bij Vinted. Als mensen 3 artikelen kopen, hebben ze bij mij ook een bundelkorting. Ik denk, eventjes kijken. Een bundelkorting. Ik kan nu precies wel niet direct vinden hoeveel. Ah, hier, bundelkorting. 2 artikelen 5%, 3 15% en 5 artikelen 20%. En dan heb ik echt al veel gehad dat mensen 3 dingen kopen tegelijk, omdat ze dan een korting krijgen. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus dan kopen ze bijvoorbeeld 3 handtassen van €2 of zo, of €3, heb je wel al een mooi bedrag. Ik heb eigenlijk dat liever dan ze zo'n bundel kopen, kan ik dat direct allemaal verzenden. Maar ja, ik vind het heel erg leuk om op Vinted te verkopen. Er kruipt niet veel tijd in, want je moet gewoon een foto maken van die handtas of van het item dat je dat aan hebt. En dan verkoop je dat gewoon via Vinted. Dit zal zo een goede reclamevideo kunnen zijn. Maar dus, ik heb er wel al... €65 mee verdiend de voorbije 2 maanden. Ik zeg niet dat dat altijd gaat zijn, want ik heb niet altijd items om te kunnen verkopen. Maar nu heb ik er toch wel nog een paar. En als ik zo nog een keer in mijn kledingkast kijk, denk ik van, ja, die dingen mogen ook wel weg. En ik moet zeggen, ik spaar ook de items. Ik ga daar niet nieuwe kleding mee kopen. Ik zet dat op mijn spaarrekening, dus dat is wel een extraatje op de maand. Dat is altijd welkom. Dus ik zou zeggen, probeer het ook eens. Ik raad het jullie alvast aan. Maar zo weten jullie al zo ongeveer hoe dat je items kunt verkopen. En hoe gemakkelijk het is om je items op Vinted te verkopen. En voilà, dan was dit mijn video en mijn mening over deze verkoopsite. Als jullie deze video leuk vinden, doe een duimpje omhoog. En abonneer op mijn YouTube-kanaal. Tot de volgende video. Daag!